De hele 15 februari 2010, dat klopte, ja. Heb ik deurwaardigheidplaat ten laste van Woonbron beslag gelegd op de SS Rotterdam hier. De opening van de SS Rotterdam was voor bewoners van Heijplaat aanleiding om aandacht te vragen voor de verloedering van hun buurt. Want de SS Rotterdam heeft volgens hen zoveel geld gekost dat Heijplaat daarvan de dupe is. Daarom werd vandaag symbolisch beslag gelegd op het net geopende stoomschip. Het is meer om een teken te geven aan Woonbron van wij zijn het zat en we gaan het op deze manier eens eventjes goed onder de aandacht brengen. Al jaren zijn er plannen om op Heijplaat 300 nieuwe huizen te bouwen. Maar voorlopig staan de oude huizen er nog steeds. Het halve dorp is ontruimd inmiddels in afwachting van sloop. Maar de onderbouwing zeg maar, van het hele plan wat we moeten gaan uitvoeren is niet gereed. In een paar jaar tijd hebben 600 mensen Heijplaat verlaten. Huizen staan leeg en voorzieningen staan onder druk. Verder hebben we een supermarkt. Die man is over de 70. Die zou lang met pensioen zijn gegaan. Maar omwille van de Heijplaters runt hij zijn zaakje nog even. Anders hebben we hier niks meer. Een belangrijke reden dat er zoveel vertraging is ontstaan is dat de grond opgehoogd moet worden. Op dit moment heeft Woonbron nog een tekort van ongeveer 10 miljoen euro. Donderdag spreekt de gemeenteraad zich uit over een bijdrage aan Heijplaat. Maar voor bewoners kan het niet snel genoeg beginnen. Wanneer kunnen wij de eerste sleuteloverhandiging verwelkomen? Nou, reken even met me mee. Op het moment dat je dus nu echt je plannen gaat maken, na deze uitspraak van de gemeenteraad, dan moet een architect zijn plannen moeten aannemen en gaan bouwen, ben je 2,5 jaar verder. Over 2,5 jaar staan we weer hier. Met de overhandiging van de eerste sleutel. En dan varen we met de SS Rotterdam met feestelijk naar Heijplaat toe. Ja.